Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. En wij waren dus blijven slapen in het appartement van Amber. En die vrouw, die stond om 9 uur voor de deur. Dus nu zijn we onderweg naar Kiana. In onze pyjama. Ja, echt gewoon weer op hakken. Het is echt vreselijk. Het lijkt of mijn voeten gekneusd zijn. Maar goed. Ah, it's a beautiful day. De zon schijnt wel. Ja, dat is ook. Ja. Toen we in Kiana's appartement waren, hebben we geslapen. Tot, hoe laat is het nu? 3:30. 3:30 alweer. We gaan nu even eten en daarna gaan we even winkelen. En vanavond gaan we eten bij Sexy Fish. Which is right here. Echt? Is het hier? Kijk, het is daar. The... Jij woont zo chill. Ja. Echt niet normaal. Perfect. En vandaag ga ik op zoek naar een Juicy Couture trainingspak. Net als dus de moeder. Een hele grote winkel. Van Regina. Echt? Een hele grote winkel. We reden in de ochtend langs. Echt? Met ja, alleen hier maar. Aan het einde van de street. Ja. Niet. Gewoon Juicy Couture. Maar ik wil een Juicy it. Op mijn bil. Ja, ik wil echt de meest ordinaire. Gewoon. En this color. Hey, wat is jouw taxi? Echt de moeder van Regina. Ja, ik zat in de roze taxi gisteren. Echt? Echt zo leuk. Cute. Echt de moeder van Regina George uit Mean Girls. Dat wil ik morgen zijn. Dus dat is een soort van mijn alter ego tomorrow. Dan ga ik even een Chihuahua kopen. Er stond een foto van Kiana, de moeder naast haar bed. Ja. En toen zei Kiana, of zei Amber, oh wat leuk al deze foto's. Zei ik, ja echt zo schattig, ook die moeder met die hond. Bleek het Kiana de zusje te zijn. Thanks guys. Oh joh. En mijn keel was echt fucked up. maar ik heb echt heel veel zin om te eten. En ik heb ook echt heel erg veel zin in Sexy Fish vanavond. Ja, ik vind het fijn. Die sushi is zo lekker. En ik heb zo vijf zin. Vijf guys, echt hoor. Oh, vijf guys. Ja. Hebben ze hier niet Shake Shack? Ja, ook. Echt? Oh, dan wil ik Shake Shack. Dat vind ik veel lekkerder. Ja, ik vind Shake Shack ook lekkerder. Hè? Weet je nog die dag in Miami dat we gingen? Die, oh, die cheese fries voor Shake Shack zijn die echt. Cheese en dan maar die spicy sauce. Maar we hebben pas 10 kwart over 10 reserveringen. So maybe if we're hungry. Ja, ja. Oh, we kunnen misschien nog na winkelen even Shake Shack. Ja. En dan gaan we sowieso weer in coma raken. Ja, 100%. That's not the planning. Dat deden wij in Miami altijd. Gingen we uit bed, eten en dan weer terug naar bed. Ja. Yeah. Life. Oh. Oké. Okay. Echt, ik kan niet wachten om vanavond, we gaan vanavond dus niks doen, tenminste zeggen we nu. Om dan lekker in mijn trainingsbak op bed te liggen en alleen maar te vreten. We gaan ook echt veel snacks halen. Oh ja, ik heb nu alleen chocola. Ja, wel lekker. Ja, let's get some snacks. Wij hebben net geluncht / dinner bij een Italiaan. Sassoni. En het is nu, hoe laat is het? Het is 7 uur bijna denk ik. Ja, 7 uur. We gaan nu naar Juicy Couture en Kiana is naar school. Haar klas gaat begin van 6 tot 9. 6 tot 9 naar school. Wel chill. Ja, kan je altijd lekker uitslapen. Ja, maar normaal zit sommige dagen ook vroeg school. Oh ja, klopt. Oh, we hebben uitgeput van het lopen. Jij niet? We lopen al 5 minuten. En ik ben brak en ik zit vol. We zijn bij Juicy Couture. Kijk hoe leuk deze paskamers zijn. Oh, wat cute. This is so cute. We zijn gaan winkelen en ik heb mijn Juicy Couture pak. Ik ben helemaal happy. En Amber die verklaart me voor gek. En toen gingen we naar de Topshop, die is hier echt fucking groot. Love it echt. En H&M hebben we gepakt. En nu gaan we naar Kiana, de schoolvrienden. Dan gaan we daar even zitten tot we gaan eten vanavond. Ik heb helemaal geen outfit voor vanavond. Ik ook niet, daarom wilde ik het zien. Maar... Misschien ga ik in mijn Juicy Couture pak naar Sexy Fish. Wow. So, I can't.
hebben net gegeten bij Sexy Fish. En we zijn nu weer thuis. In een juicy cultuurpak. En ik heb een lekkere pakkie aan. Ik ben er zo blij mee. En hi. Ik ga verder rozeen. Oké. En we gaan nu, tenminste, ik ga nu een make-up afhalen. En dan ga ik lekker chillen. Het is nu, het is best wel laat, want we gingen best wel laat eten. Het is nu... Bijna 12 uur. Nee joh, later. Oh. Het is 12:30. Oh, echt? Tenminste, op deze klok is het 13:30. Dus, en die loopt nog een uur, ja, yeah, of 1. Dus, ik ga lekker mijn make-up afhalen en dan gaan we lekker chillen. Geen kracht om uit te gaan. Amber is al 4 dagen achter elkaar uitgegaan. Het is echt niet normaal. En ze wilde vanavond, in principe zou ze door kunnen. Maar dat gaan we niet doen. Dus. Morgen wel, toch? Morgen wellicht. Sorry. I'll keep the options open. Alrighty. I like it. I like it. Heerlijk. Ik hou van dit bed. Me too. Je hebt echt een lekker bed. Thanks, bro. En ik hou van deze kamer ook. Ik voel me echt zo'n puber weer. Echt, ja. Het is echt teenage life. Ja. Echt mean girls life. Ja. Maar zo was Amsterdam ook toch? Met ja, er zijn ook mean girls toch? Ja, maar dit is nog meer. Ja? In Amsterdam heb je nog een soort van, je hebt de volwassen en keuken en wit. En in Amsterdam, is alles in Amsterdam roze? Ja. Dat is me nooit opgevallen, weet je dat? Heb jij roze alles? Als ik denk aan jouw huis, denk ik een wit huis. First this was white, this thing. Ja, dat scheelt ook als je je dekbed zeg maar een kleurtje doet. Maar wit is het wel heel classy. You know, with this, zo. Juist. Het ligt echt aan je kleur dekbed inderdaad. Maar dat is eigenlijk het enige wat roze is hier. Ja. Of als ik het zwart maak, ben ik weer gelijk gothic. Ja, klopt. You little gothic. Oké, chill night. Wij gaan zo een filmpje kijken. Ik ben zo blij dat als ik mijn wenkbrauwen... Dus als ik mijn make-up eraf haal... Ik blijf over mijn wenkbrauwen gaan. Het gaat er gewoon niet af. I love it. Heerlijk, en ik heb vandaag een kettingtje gekocht. Met de L eraan. Van... Lars! Grappie! Zo! Grappie! Lekker! Naakt een morratje. Naakt een morratje. Oké, okay, wij gaan slapen. Tenminste, film kijken naar de slapen. Doei, love you! Bye! Love you. Vergeet niet duimpje omhoog te doen, te abonneren. Bye! Goedemorgen, vandaag is het woensdag en wij zijn wakker. We waren alle drie echt ziek vannacht. Ze hebben alleen maar liggen hoesten en weet ik het wat. Kiana is nu naar school. En Amber en ik gaan eventjes naar de Starbucks even eten halen. En dan wachten tot Kiana terug is van school en dan gaan we eventjes winkelen ofzo. Dus, ik heb weer een lekkere pakje aan. Ik ben helemaal een gelukkig mens. This is the outfit of the day. I'm super classy today. Love it so much. Nou, we lopen buiten. We gaan even naar Starbucks. En we gaan even naar de Boots. Want dat is zo'n drogisterij hier. En daar heb je echt allemaal shit. En ik wil gewoon even make-up inslaan. Dus dat is leuk. Ontbeten bij Shake Shack en een beetje gewinkeld en nu gaan we eventjes terug naar Boots, want we zijn allemaal nog steeds heel ziek, dus we gaan even medicijnen halen. Warski, ja. Oh, zo lief. Ah, ik ga even uitvallen. Ik weet het niet. Je viel ook een soort. Mijn enkel, dat is echt niet goed. Gaat het zo kut? Hij zei, waardoor heb ik nog mijn enkel nu op. Ik keek om en ik zie Kiana zo. Maar het was echt zo. Echt zo. Dit. Dat bedoel ik. Wat heb je gedaan? Oké, het is echt vreselijk. Maar we hebben heel de middag letterlijk geslapen. En we zijn ons nu aan het klaarmaken. En we gaan zo eten bij Kiana, de klasgenoten. We gaan even eten bestellen. Maar we hebben echt letterlijk heel de middag in dit bed gelegen. Hey, dit is wel een top bed, hoor. Ja. Dit is echt een top bed. Echt heerlijk.
En we gaan nu. Cake. We zijn bij de huisgenootjes, de klasgenootjes van Kiana. En hij heeft echt allemaal taartjes. Zo cutie. Deze is echt heel pretty. Die ook. I love it. Waarom heb je dit gehaald? Hotel Café Royale. Maar waarom? En waarom heb je waarom? Maar ook echt, iemand anders had gewoon één big tart bij de Albert Heijn. Jij gaat allemaal kleine fancy gebakjes halen. Ja, ik woonde vroeger tegen Pompadour. Ja. Zo fucking chill in Amsterdam, 9 straatjes. Dit is mijn ding, hè? Ja. Ziet er echt cutie uit. Welke? Ja, dus dat is die stop. Ja, die other shit. Gaan we dit chappen doen, ja toch? Ja, maar kan iemand thee zetten alsjeblieft? Jullie chappen? Is dit chocola? Hey, ik wil één chocolaatje. Ja. Pak me gewoon eens mee. Nee, wel gek. We zijn weer onderweg naar huis. Het is nu... Hoe laat is het? 11:45? Ja, 11:45. En we zijn weer moe. Hey, hoeveel uur hebben wij geslapen vannacht en vandaag? Een uurtje of 20 of zo? Zoiets, ja. Niet te doen. Maar we gaan weer lekker slapen opnieuw. Ik heb trouwens nieuwe wimpers op die ik bij de Topshop heb gekocht. Ze zijn kinda heavy, maar ik vind ze wel leuk. Maar ik krijg een beetje... nog meer spleetogen van dan dat ik al heb. Maar, I kind of like it. En morgen gaan we weer naar huis. Nee. Ik heb gisteren helemaal niet meer de vlog afgesloten. Maar vanaf dat we thuis waren, zijn we eigenlijk gelijk weer in bed gaan liggen. En in slaap gevallen. En ik ben nu wakker en Kiana en Amber liggen nog te slapen. Maar dat vertel ik in de vlog van morgen. Dus ik ga bij deze vlog afsluiten. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik je graag morgen weer.